Wij zijn als opdrachtgever van de firma Peyneman eindverantwoordelijk voor het hijsgebeuren. Dus dat is heel naar. Daar moet veel over uitgelegd worden. Maar er is ook begrip voor dat wij daar toch minder invloed op hebben. Behalve dan dat wij misschien de plannen nog wel veel kritischer hadden moeten bekijken dan dat we gedaan hebben. Aan de andere kant is het zo, wij hebben zelf niet de expertise om met name stabiliteitsberekeningen en ballastberekeningen voor de botons om dat te controleren. Daar zegt men automatisch, ja, dan had je daar een gespecialiseerd bedrijf voor bij moeten halen. Dat is correct, hè? Dus in die zin hebben wij als bedrijf wel gefaald. PC bindt er duidelijk geen doekjes om. Ik wil het niet mooier maken dan het is. Ik heb daar gefaald. En dat moet zeker naar de toekomst toe dus beter. De directeur van BSB wil benadrukken dat het ongeluk niet voorkomen had kunnen worden als een gespecialiseerd bedrijf de hijsplannen van tevoren had beoordeeld. Volgens hem zouden zij tot hetzelfde oordeel zijn gekomen. Mijn vermoeden is dat die ook niet hadden de vinger op de zere plek hadden kunnen leggen om dit te voorkomen. Er is hier iets gebeurd wat niemand verwacht heeft en niemand voorzien heeft. Het is nog altijd onduidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren dat twee hijskranen met brugdekken al bovenop huizen en winkels in de Hoofdstraat in Alphen aan de Rijn zijn gevallen. Dat veel deskundigen in Nederland zeggen dat dit hijswerk nooit vanaf pontons gedaan had mogen worden, enkel vanaf het vasteland, vindt PC onzin. Dat was in dit geval gewoonweg niet mogelijk. Daarnaast is het zo dat wij als bedrijven, BSB Staalbouw en Peyneman, ietsje meer dan een jaar geleden een exact dezelfde manoeuvre hebben uitgehaald met vrijwel dezelfde kranen en een brug van eenzelfde gewicht. Hè. Daar zit nog geen 2% verschil in Alkmaar over het Noord-Hollands Kanaal hebben gelegd en dat is prima verlopen.